Vandaag wandel ik in Arkemeen, een prachtig weidelandschap bij Nijkerk. Zo heeft het oer-Hollandse landschap er ooit uit moeten zien. Kleinschalig, veel plassen, hier en daar een rietveld en heerlijke weilanden voor de weidevogels. Het is dus niet gek dat Arkemeen een van de eerste gebieden in Nederland is waar je jaarlijks de grutto's kunt zien. Hier strijken grote groepen grutto's neer op doortocht naar noordelijke gebieden of om hier lekker aan te sterken voor het broedseizoen. En wie weet broeden de grutto's die je nu hier ziet later ook wel hier. Nou ja, maar Arkemeen is meer dan alleen weidevogels. Je ziet hier ook smienten, pijlstaarten. Ik zag zelfs een blauwe reiger die bezig was een mol te verorberen. Het gebeurt hier allemaal. Grote groepen ganzen vliegen over. En hier naast, achter de dijk, ligt het Nijkerkernauw. Daar kun je dan weer watervogels zien. Grote groepen kuifeenden. Ik zag wat grote zaagbekken. Nonnetjes. Maar ik zag zelfs ook nog een topper. Een topper, een mannetje tussen de kuifeenden. Dat was al heel lang geleden dat ik een topper had gezien. Dus mijn dag is weer helemaal goed. Ik ga nu nog proberen de grutto's te filmen. Die zitten wat verder in het gebied, want dat is wel een beetje een nadeel van de Arkemeen. De afstanden tot de vogels zijn echt groot. Dus neem een goede verrekijker en liefst een telescoop mee wanneer je hier gaat vogels kijken. Recht vooruit een groep grutto's. Mijn eerste grutto's van dit jaar. Ik heb ze. Hier ook een enorme groep grutto's. Ja, dat is op behoorlijke afstand, maar wel mooi hoor. Eerste grutto's van dit jaar. Check, en daar gaat nog een groep kieviet op.